Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. We staan weer in de Bloemwijk, in de CW Bruinvisstraat. En het is nu tegen middernacht. En het is helemaal stil hier. Ondanks het mooie weer, het is gewoon helemaal stil. Ja, hier is het natuurlijk stil omdat die huizen weg zijn. Maar daar aan de overkant ook, waar alle huizen nog staan. En ook hier, het is helemaal stil. Even een rondje lopen. Door het nog overeind staande deel. Hier staat het bovenraam open. Ik zou bijna zeggen ze hebben gelijk. Maar ja, daar woont niemand meer natuurlijk. Dus het heeft een andere reden. Gewoon vergeten. Door de mensen of door een van de slopers. Nou, het zal het laatste wel zijn. Hier staan de bekende jaren 80 woningen waar geen dakpannen meer op liggen. Het is niet te zien nu, maar ze leggen er niet meer op. Nee, ze leggen er allemaal naast hoor. Dat is overdag al te zien geweest. Ja, ze staan er nog heel even, want ze zullen nu spoedig aan de beurt zijn. Hier kon ik er eerder onderdoor. En het lijkt erop dat dat nog steeds kan, want hij staat nog even hoog. Even proberen dan maar. Jawel, ik sta ervoor. De grote vraag is, zullen ze nu te bereiken zijn? Via de voorkant in ieder geval niet. Nee, daar ga ik niet vanuit. Ik ga wel even richting de achterkant. Hier sta ik erachter, maar deze die zat dus in ieder geval alvast dicht. Misschien dat die andere open is, aan de andere kant van die stapel. Hier was hij dicht, maar ja, al was hij niet dicht, dan lag er ook nog een hele stapel voor die je tegenhoudt. Nou, ga ik eens even aan die andere kant gaan kijken of die misschien open is. Want ja, ze zijn ook op het dak geweest. En hoe ze dat precies gedaan hebben, dat weet ik niet. Ja, misschien wel gewoon via de buitenkant, hoor, zonder een deur te openen, dat weet ik ook niet. Maar ik ga even kijken. Hier sta ik achter de ander. Het zou natuurlijk leuk zijn in die jaren 80 woningen. Je moet hier wel een beetje uitkijken voor alle dakpannen. Ja, daar liggen er nogal wat. Ja, want er zijn er wat naar beneden gegooid hoor. Ja, maak daar geen vergissingen over. Oké, deze zit dus ook dicht. Nou ja, dat betekent in mijn geval dat het hier dus niet doorgaat. Want ja. Aan inbraak ga ik niet doen natuurlijk. Nee, het moet wel op de urbex manier kunnen. Ja, en dat gaat nu dus niet lukken. Nou, hier ook natuurlijk niet. Het raam is wel kapot, maar hij is er niet helemaal uit. Ja, en dat andere raam, ja, dat zit gewoon dicht. Ja, dat wordt ook niks. Dat zit ook met meerdere sluitingen dicht, zover ik weet. Ja, en het raam is wel kapot. Maar ja, er zit geen gat in, dus ik kan er ook niet bij via de binnenkant om een... Nou ja, dingetje los te maken. Nou ja, dan houdt het hier dus helemaal op. Nou ja, die andere, daar was ik al geweest. Yo. Het houdt nog steeds op in de jaren 80 woningen. Nou, dan ga ik maar weer terug. Ik had gehoopt deze even te kunnen bezoeken, maar nou, dat zit er dus niet in, dat is duidelijk. Nou, daar ben ik er in meerdere al geweest. Nou, het maakt in ieder geval even herrie genoeg dat ik op die pannen liep. Nou ja, dan is er misschien iemand die het gehoord heeft. Al zijn de bewoonde woningen wel vrij ver. Maar goed, het zou kunnen dat er misschien ergens iemand buiten was. Nog steeds een hele stapel rommel hier. En ik ken nog niet naar binnen in deze woningen. Nou, ik weet ook niet of het er nog van gaat komen. Kijk, het had een keer leuk geweest, maar ja, of het er nog van gaat komen, ik weet het niet. Ik kan wezen dat ze volgend weekend zomer weg zijn. Ja, dan gaat het niks meer worden. Het is wel jammer hoor. Want het hadden er best leuke woningen voor geweest. Maar ja, ik heb altijd iets. Er moet wel gewoon binnen te komen zijn. Ik moet niets moeten forceren ervoor. Nou ja, dat moest hier wel. Dus ja, dan wordt het niks. Oké, maar even een van die dan. Want dan ben ik hier niet helemaal onverrichte zaken geweest. Hè? Want ja, daar kon ik niet naar binnen. Ja, dan ben ik hier onverrichte zaken geweest. Nou, daar ben ik al binnen geweest. Nou, dan bezoek ik er hier nog maar even eentje. Volgens mij zitten er daar ook nog wat tussen waar ik nog niet geweest ben. Deze zou kunnen. Je onthoudt het niet allemaal, hè. Die zit misschien dicht. Ik zal even kijken. Nou, het raam is wel kapot. Ja, zit hier nog dicht. Ja, zit nog wel dicht. Nou ja, dan wordt dat dus niks. Nou, dan gaan we hier even kijken. Oh, hier lukt het trouwens wel, want hier zijn de deuren dus weg. Oké.
Ja, ik weet niet of ik hier al geweest ben. Ik heb er hier natuurlijk al aardig wat bezocht in de omgeving. Maar goed, ik kijk nog even. Wel, ja. Gaan we gewoon even kijken. Nou ja, ik kan hier niet heel erg gezien worden, want deze straat is geheel niet meer bewoond in ieder geval. Ze hebben wel al wat vloerbedekking meegenomen. Ja, de trap naar boven. Het voordeurraam is ook een soort van kapot. Ja, ook nog een soort van deur. Ja. Lijkt wel een soort behang. Een hele oude gijzer nog. Ja, die zie je niet veel meer. Ja, dat is nog een echte klassieke, joh. Een oldtimer. Ja, die hebben wij vroeger ook wel in de keuken gehad. Ja, en het werkte gewoon altijd goed, hè. Ik bedoel, er was helemaal niks mis mee, joh, met zo'n ding. Even kijken, hoor. Het valt hier allemaal natuurlijk. Ja. Ga ik hier ook nog maar even naar boven. Achter het stukkige raam. Ik weet niet of ik hier nou al geweest was. Ik dacht het niet. Dat maakt een hoop herrie, maar dat is nou niet zo erg, want deze hele rij is niet meer bewoond. Nee, dat is in ieder geval wel heel erg helder. Ja. En wat is het hier warm, joh, in die woning? Zo, hé. Ja. Nee, er is geen gebrek aan, hoor. Daar heb je hier geen kachel voor nodig. Zo, hé. Nee, het is niet zo dat die oude huizen koud zijn, hoor, met dit soort weer. Nee, zeker niet. Hè? Nou ja, die is in ieder geval weg. Die hebben ze een soort van meegenomen. Een zijkamertje. Ja, joh. Ja. Het originele dakhout. Nou ja, dan ben ik hier even geweest in plaats van in de jaren 80 woning. Ja. Deze heb ik volgens mij nog niet gezien, maar ja, ze lijken ook allemaal op elkaar. Hè? Zeker als ze leeg zijn. Ik bedoel, als ze allemaal gevuld stonden, ja, toen was er natuurlijk wel onderscheid. Hè? Maar, ja. Kijk, dat hout op zo'n trap, ja, dat heb ik ook wel eerder zien liggen. Maar ja, dat is ook in veel woningen zo natuurlijk. Nou, daar kon ik er in ieder geval niet uit. Nou ja, dan hier aan die achterkant maar weer. De Luxaflex. Of wat er nog van over is. Nou ja, dan ga ik ook hier maar weer in. En dan sta ik weer buiten. In de voormalige achtertuin. Nou, dat kan je wel zeggen, joh. Tjonge jonge, wat een kaalslag, joh, in die tuin. Nou, ik word nog steeds niet onderbroken. Maar het wordt ook niet erg snel, hè, in die rook. Want ja, dit gebied is helemaal onbewoond. Ja, daar verderop is het bewoond, maar ja, dat is de andere kant. Wel een beetje uitkijken voor de tegels, maar dat komt goed. Jawel hoor, de volgende is ook open. Nou joh. Met zwart-wit zeil erin. Ik heb het eerder gezien, maar volgens mij was dat niet in deze. Ik ben hier in de staat ook niet in al die woningen geweest natuurlijk. Er staat een soort van deur. En de voordeur is exit. Stukje van de Luxaflex. Rolgordijn. De vloer.
Ziet er gewoon ook allemaal netjes uit. En dat schilderwerk ook, hè. Gewoon helemaal knap. Nou ja, er kan hier in ieder geval geen politiewagen voor de deur komen, want die straat is afgesloten natuurlijk. Nou ja, dat scheelt wel even. Even boven kijken dan maar. Dit is er volgens mij eentje waar ik ook niet geweest ben. In de bijna verdwenen Angelierstraat. Ja joh, die gaat gewoon helemaal verdwijnen. Die keert gewoon niet meer terug. De Arster staat nog wel als het Arsterhof. Maar de Angelierstraat keert helemaal niet terug. Joh. Huh? De douche. Ja. En ook hier. Het ziet er gewoon keurig uit. De kast ook nog met de spiegeldeurtjes. Ja. En ook hier, het is hier gewoon heel warm, hè. Maar ja, het is logisch vandaag, hè, met die zon. Het is gewoon een hoge temperatuur. Ik heb nou dan wel een jas aan, maar ja, die had ik natuurlijk al op de scooter. Ja, die ga ik nou niet uitdoen natuurlijk. Ja. De achterkamer. Jo. Ketel. Ja, dan ga ik hier ook maar weer naar beneden. Jo. Nou, de voordeur is eruit hier. Maar goed, ik ga gewoon weer via de achterdeur zoals ik gekomen ben. Even kijken of ik er nog eentje kan bezoeken. Het aanrecht. De bovenkastjes die zijn al historie. Oké. Nou, dan lopen we er weer uit. Door de nog complete deur. Ja, die is nog helemaal compleet. Het raam is ook nog heel. Ja, joh. Nou, ik wou bijna zeggen, ik doe hem weer dicht, maar dat gaat niet meer helemaal. Nou, even naar het volgende plaatje. Wel, oh, ja joh. Vroeger zat daar een schutting tussen of iets dergelijks. Het raam is kapot. Even gaan kijken. Ja, je kent het daar ook in. Maar goed, ik ga nou gewoon hier. Even uitkijken voor het glas. Knappe kastjes. Uiteraard zit daar niks meer in natuurlijk. Kijk, mensen laten niet veel achter hoor, dat gebeurt niet gauw. Nou, ik word nog steeds niet onderbroken. Dus de politie is niet echt in de buurt, denk ik. Nee, daar ga ik nu niet echt vanuit. Of ze moeten gebeld zijn door iemand. Ja, dat was de andere mogelijkheid. De huizen van de Angelierstraat die gewoon gaat verdwijnen. Dat is ook een gek idee, hè? Niet alleen die huizen gaan verdwijnen, ook gewoon de hele straat keert niet terug. Nee, de Arsterstraat dan nog wel als Arsterhof. Ben ik in deze nou al geweest? Ik zou het eigenlijk niet even gauw meer weten. Ik ben hier ook al in een paar geweest hoor. Dus. Luikje is open. Ja, dit is ook in meerdere woningen gedaan. Dat ze er gewoon een gat in de muur geslagen hebben. Dus dat weet ik ook niet zeker meer. Kun je nagaan, je raakt het gewoon een beetje kwijt. Hè? Warm hierboven. Echt wel. Ja. Knappe kamer. De achterkamer. Ja, je zou bijna zeggen van dan zie je wel herkenning als je binnen geweest bent. Ja, zo'n dakraampje, dat heb ik ook eerder gezien. Dan zie je wel herkenning. Maar ja, er zijn er ook veel die lijken wel wat op elkaar. Ja, en dan raak je het er wel kwijt hoor. Als je dat zo vaak doet als dat ik dat doe in ieder geval wel. Maar ja, het is de bijna verdwenen Angelierstraat. Dus ja, dan doe ik nog even. De douche. Dat ziet er ook gewoon nog keurig uit. Het is uiteraard natuurlijk allemaal buiten werking natuurlijk, want ja, het water is afgesloten.
Maar goed. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ik hier al gestaan heb, hoor. Ik kan me er wel wat van herinneren dat er zo'n gat ingeslagen is. Maar ja, dat is ook in meerdere woningen gebeurd natuurlijk. Ja. Nee. Beetje op de rommel let op de trap, maar het gaat goed komen. Ja, dat heb ik al wat meerdere trappen meegemaakt hier. Ja joh, daar is gewoon rommel. Hier is het raam ook een soort van kapot van. Ja. Ja, zo'n plankje wat scheef ging. Ik kan me er wel wat van herinneren, maar ja, ook dat heb ik meer gezien in huis. En in de Angelierstraat, ja, daar ben ik ook wel in huis binnen geweest. Met glas. Jo. Sta ik alweer buiten. Een beetje aan het kijken met het lawaai. Niet te veel kabaal maken. Nee. Het is nu ook geen luilak natuurlijk. Kijk, dan maken we wel kabaal midden in de nacht, maar nu dus niet. Ja. Oké. De volgende. Maar ja, ik ben er hier ook al bij meerdere binnen geweest natuurlijk. Ik zou even kunnen kijken. Als ik niet in de nacht bezocht heb, dan heb ik het wel overdag gedaan. Het raam is in ieder geval kapot, maar ja, dat is ook bij meerdere van die huizen zo geweest. Ja. Hoe zit het hier? Nou, die zit in ieder geval vast. Dus via de achterdeur kan ik het niet gedaan hebben. Oké. De volgende misschien? Ja, daar is de deur weg, dus dat gaat sowieso lukken. Ik kan hier gezien worden, maar ja, dan is dat gewoon zo. Ja. Oh, het raam zit met de plakband dicht. Ja. Hier staan alle kastjes open van de keuken. Ja. Er zit ook een gat in de vloer. Ja, daar moet je allemaal wel goed op letten hoor, in deze woning. Want ja, voor het leg je het weer onderuit natuurlijk. Zou in deze ook geweest kunnen zijn hoor. Ze hebben het wel heel mooi gedaan, in ieder geval zo rond die deur. Ja, dat ziet er mooi uit hoor. Dat is mijn stijl ook wel een beetje. Ja, dit is mijn stijl wel hoor. Dit heb ik nog niet gezien. Hier ben ik dus nog niet in geweest. Ja joh, een beetje op de rommel letten. Ja, waarom staat gewoon die prachtige kachel er nog joh? Ja, ik weet het wel. Op de nieuwe woning komt geen gas, dus ik kan hem niet meer gebruiken. Een mooie kachel joh. Ja, dat is gewoon een prachtig ding, joh. Ja, hè? Ja. Mooi kacheltje. Ja. Nou, als er iemand komt die daar zijn brood in ziet, dan neemt hij hem mee, hoor. De achterkant. Mooi ook zo dat hout. Ja, vermoedelijk wel ergens in de jaren 70 gebeurd. Daar is het al wel een beetje tjoor van kapot daar al. Jo. Ja, dat is een mooie kachel. Nou, voor degene die hem mogelijk zou willen hebben, staat hier een woning aan de Angelierstraat. Anders dan halen de slopers hem weg en die gooien hem natuurlijk gewoon weg. En dan zonde natuurlijk. Maar ja, goed. Ja, allemaal hout. Even kijken. Nou, de voordeur is in ieder geval kapot. Dus ze zijn via de voorkant allemaal een keer binnen geweest. In ieder geval. Hier ligt ook allemaal rommel. Je moet wel een beetje uitkijken hier. Nou, er is ook hout getimmerd hier. Oké, dan gaan we even boven kijken. Wel, dan legt hij ook allemaal rommel op de trap. Maar dat geeft niet. Dan let ik gewoon een beetje op. Ik ben de laatste tijd wel gewend in die woning eigenlijk om daar op te letten. Ja.
Hier staat gewoon nog een hele kastje hier al. Jo. Die is achtergebleven. Een van de archiefkast. Ja. Een stalen archiefkast. Hij is wel een beetje kapot, maar het is gewoon een stalen archiefkast, joh. Een beetje opletten wat hier allemaal ligt. Dan moet ik een struikelen natuurlijk. Hier staat ook nog het een en ander. Hoi. Een of andere bak. Wat het ook geweest mogen zijn. Ik weet niet precies wat dit is geweest. Een of andere opbergbak, denk ik. Ja. Hier staat nog een soort van deur. Nog een doos. Met wat rommeltjes. Nou, die zullen daar ook wel in zitten. Ja, dan hebben ze hier nog wat een en ander achtergelaten. Oké. Wat hebben ze hier nou gedaan? Nou, dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, zo'n oude draaitafel hoort wel. Maar gewoon zo in de opening van een raam van een dakkapel. Een draaitafel. Nou, dat is toch wel weer uniek hoor. Ja, dit is weer een unieke opname. Zo. Hebben ze gewoon daar die draaitafel neergezet, joh. Heel apart dit. Ja. De deur. Nog een paar krukken. Oké. Nou ja. Dan had diegene die dus niet meer nodig. Nou, dan... Ja, dan was de handicap aan de benen zeker ineens over of zo. Ik weet het niet hoor, maar goed. Ik zeg ook gewoon zomaar wat hoor. Maar goed. Ze zullen ooit wel ergens dienst voor gedaan hebben. Misschien dat iemand een keer een gebroken been had of zo. Even kijken. Oh ja, dat zijn van die dingetjes die in de deur hangen. Ja. Een tas. Allemaal opbergruimte hier dan. Gaan we hier in deze kamer even kijken. Het is hier warm. Dat is niet alleen omdat het raam dicht zit hoor. Nou. Nog een bureau. Tenminste een vast bureau tegen de wand al. Daar ook. Ja. Oh, hier zitten laadjes onder. Dat is volgens mij wel een soort van computerkamer geweest, denk ik. Ja. Knappe laadjes, joh. Loopt allemaal gewoon netjes. Nou, joh. Het loopt gewoon keurig, joh. Nou, lijkt wel een nieuwe. Daar nog een kast. Dat hebben veel van die woningen hier, die opbergkasten. In zo'n kamer. Echt nog zo'n ouderwetse deur. Ja. Jo. Nou, dan ga ik hier maar weer naar beneden. Ik vind het een beetje krappig hier met die kast, maar het lukt. Dan ga ik hier weer naar beneden. Wel een beetje opletten op de trap, maar dat komt goed. Toen stond ik weer in de keuken, waar ik ook... binnenkwam. Ja. En de klok die hangt er ook nog. Ja. Jo, hé. De klok die hangt er gewoon nog. Nou ja. Dan hadden ze zeker geen behoefte meer aan de tijd of zo. Ja, of ze hebben gewoon een nieuwe klok natuurlijk. Dat wel. Ja. Dan loop ik er hier weer uit. Nou, dan schiet ik hier al aardig op richting de boomkamp. Ja. Nou, ik ga niet door naar het laatste huis. Ik ga zomaar teruglopen die kant op en dan ga ik weer terug richting de scooter. Ja, eens kijken of dat ononderbroken gaat dit keer. Want ja, het kan wijzen dat iemand de politie gebeld heeft. Van die boef hier is er weer hoor. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik ga die kant even oplopen. Toen stond ik alweer bijna bij het hek. En ik zie hier geen politieauto. Kijk, dat scheelt hierin. Dat moeten we hebben.
Ja, die hoef ik er nou niet bij te hebben, hoor. Nu niet nodig. Voor andere dingen misschien wel, maar nu in ieder geval niet. En hij staat nog steeds omhoog, dus ook dat gaat lukken. Ja hoor, wat ik al zei, dat gaat lukken. En ik sta alvast weer op mijn knieën in ieder geval. Ja, dat scheelt alweer een stukje. Nou nog even de rest en dan komt het weer helemaal goed. En dan loop ik weer waar ik mag lopen. Ja joh, ik mag hier lopen. Oké. Het uur is misschien wel een beetje verdacht. Ja, en die komt van mij erbij natuurlijk ook. Maar ik mag hier gewoon lopen. Dus niks aan de hand. Ik sta weer bij de scooter. En hij staat er nog. Dus ik was hier nu de enige boef. Maar goed, dat is de bedoeling natuurlijk niet, hè. Nee, een boef die zo'n ding weghaalt, dat is even wat anders, hè. Nou, ik ga hem weer afsluiten hier. En ik ga hem weer zeggen, tot de volgende.